elke ondernemer begint met een droom. Die droom die begint eigenlijk al tijdens je opleiding. Tijdens je scholing en vervolgens, wat ga je doen met die kennis? Vroeger dacht men vaak aan een goede baan in het onderwijs of in de zorg. En tegenwoordig gaat het toch wat draaien. Gaan steeds meer mensen al nadenken, ook door ervaringen tijdens de opleiding, aan een eigen bedrijf te beginnen. Dat is die droom, dat is die spirit, dat is die eigen creativiteit die ook steun verdient. Bij mij, hier op de koffiegesprekken, elke maandag komen jonge mensen die zeggen, wat kan de politiek voor mij doen? Nou, zo'n gesprek geldt ook in de situatie waar Simone haar idee heeft. En daar gaan we mee meedenken, ik luister altijd goed. En verwijs ze dan bijvoorbeeld naar mogelijkheden voor financiering of advies. Starten, vooral richting de mode, reparatie, vermaak, op maatkleding. Kunt u mij misschien advies geven? Ja, dat kan ik zeker. Allereerst om te beginnen, heb je al een ondernemersplan opgesteld? Als je dat niet hebt gedaan, dan zou ik toch wel adviseren om dat wel te doen. Want wat zijn je mogelijkheden, schuinstrepen, wat zijn je onmogelijkheden? Heb je nagedacht over concurrentie, je persoonlijke eigenschappen? Waar wil je bereiken met je onderneming? Vergunningen, administratie, huurcontracten. Alles komt eigenlijk ook aan bod. En om te kijken van welke risico's loop je. En er zijn een aantal risico's die je dus niet wilt lopen. En daar zou je je ook weer voor kunnen verzekeren. Dan zijn er tal van mogelijkheden en ja, zeg je van administratie. We hebben dus complete administraties die je zelf kunt doen, een hele hoop zelf regelen, maar laat je ook adviseren door anderen. En als je contracten afsluit, loop ze goed na en laat er een derde ook naar kijken. Want daar zit ook dikwijls veel voetangels en klemmen in. En wat nou als ik mijn onderneming in Europa zou willen hebben? Dus bijvoorbeeld in België of Duitsland. Welke problemen kom ik dan tegen? Nou, in ieder Europees land zijn allemaal afzonderlijke regels. Dus zowel voor Duitsland, voor België, Frankrijk, noem maar op. En dan zijn alle regels voor de Kamer van Koophandel, voor de Belastingdienst, BTW-nummers. Alles moet dan in dat desbetreffende land door de desbetreffende boekhouder, administratiekantoor geregeld worden in dat desbetreffende land. En dat kan niet vanuit Nederland geregeld worden. Nou, het betekent dus eigenlijk voor heel Europa dat eigenlijk alles geharmoniseerd moet worden. Alle regeltjes moeten geprobeerd worden in dezelfde lijn te krijgen. Dus dat we niet met al die problemen komen zitten. Vergunningen, aanvragen, verzoeken, BTW-nummers. Eigenlijk moet het afgelopen zijn. We zijn één Europa. Ik heb jarenlang in de horeca gewerkt als bijbaantje. Op een gegeven moment kwam ik erachter van, ja, horeca is hetgeen wat ik graag wil doen. Daar zit mijn bloed, daar wil ik iets in doen. En als je eenmaal werkzaam bent in de horeca en je wil verder of je wil hogerop, dan is de leukste stap en de grootste uitdaging om bij jezelf te beginnen. De stappen die ik genomen heb om tot mijn eigen bedrijf te komen, bestaat uit heel veel facetten. Als eerste de ervaring die je opdoet bij andere bedrijven. De kennis die je opdoet van eigenaren, van collega's, het samenwerken. Maar daarnaast heb ik mij ook wel verdiept in een stukje achtergrond voor de horeca. Want ja, als je in de bediening loopt of in de keuken kun je met je handen kun je heel veel leren als je heel goed oplet. Maar om het runnen van bedrijf is het ook wel heel belangrijk dat je een stukje achtergrond hebt wat er allemaal eigenlijk in de back-office gebeurt, boven op kantoor. Zo heb ik de Gros Horeca Academie kunnen voldoen. Daar heb je geleerd wat een stukje P&O is, personeel en organisatie. Financieel management, cijfers, heel erg belangrijk. En daarnaast een stukje marketing, van hoe zet je bedrijf weg. Op het moment dat ik getipt werd dat dit pand vrij kwam, ben ik naar de bank gestapt. En heb ik een gesprek aangevraagd van, wat is er allemaal mogelijk? En op basis daarvan ben ik gaan kijken van, hoe kan ik het deel van de bank zo klein mogelijk laten in deze tijd? En ik had dan een eigen plan voor crowdfunding geschreven om dat eigen vermogen zo groot mogelijk te maken.
En op basis van dat ik wist wat ik bij de bank kon lenen, ben ik mijn eigen campagne gestart om geld binnen te halen via crowdfunding. We zijn heel erg blij hoe dat loopt. Het gaat echt hartstikke goed. Inmiddels weten mensen de zaak te vinden. Daar loopt ze te goed in. En daarnaast keren gasten ook graag terug. En je probeert als Moegestenaar ook steeds wel te vragen aan mensen van hoe ervaren jullie het hier? En daaruit haal je uit dat mensen heel erg tevreden zijn over hoe dat hier loopt. En kritiekpuntjes haal je er altijd tussenuit. En daar probeer je iets mee te doen om te zorgen dat je bedrijf goed in balans blijft en dat het ook blijft groeien. Maar we zijn op dit moment heel erg tevreden over het eerste jaar en we hebben een goede basis gelegd om de toekomst in te gaan. Ik ben vooral heel erg trots op het team, het personeel wat we hebben. We hebben echt een heel leuk team samen, die het allemaal ontzettend hard werken, maar ook heel veel plezier hebben onderling. Ja, en de P van personeel is gewoon een van de allerbelangrijkste factoren binnen een horecabedrijf. Want als gasten heb je heel veel te maken met ontmoetingen met personeel aan tafel. Als je personeel niet goed is, dan kun je met een minder tevreden gevoel naar buiten lopen. Dus ik ben heel trots hoe ze het afgelopen jaar alles hebben opgepakt, hoe ze zich ontwikkeld hebben. En hoe we tot het team zijn gekomen om deze zaak neer te zetten. Want je bent afhankelijk van personeel, je kunt het niet alleen. Wout had het er net al over in zijn stukje over crowdfunding. Er zijn inderdaad een aantal alternatieve financieringsvormen naast traditionele bancaire financiering. Zo is er Credit, de instantie die microfinancieringen verstrekt voor starters en kleine MKB-bedrijven. Ze financieringen tot 250.000 euro. Initiatief mede opgericht door de banken. Er zijn steeds meer kredietunies, opgericht door oud-ondernemers die geld bij elkaar brengen en vervolgens het uitlenen aan het MKB. En daar ook nog een coachende rol richting die ondernemers voor vervullen. En inderdaad, crowdfunding, zoals Wout zei, is zeer populair. Het via internet investeerders enthousiast maken over je bedrijf, zodat ze een deel inleggen en zo de totale financiering bij elkaar brengen. Ten slotte is het ook nog mogelijk al deze financieringsvormen te combineren. We krijgen dan een zogenaamde stapelfinanciering, waarbij de gezamenlijke delen het totale financieringsbedrag bij elkaar brengen. Ik ben 4 jaar geleden gestart in een heel klein pandje, 30 vierkante meter. Ik ben begonnen met het ondernemersplan te schrijven samen met een accountant. En vanuit daar ben ik stap voor stap verder gegaan samen met andere partners zoals de bank en de leveranciers om zo mijn doel te gaan bereiken. Ik kan andere ondernemers tips geven. Zorg dat je dus inderdaad gewoon een goede ondernemersplan hebt. En vanuit daar samen met de andere partijen stapsgewijs je inkopen gaan doen. Je financiële plaatje bij de bank, dat stukje geregeld is. Ik ben dus 4 jaar geleden gestart, 2 jaar dus in een kleinere winkel en daarna na 2 jaar de overstap gemaakt naar een grotere winkel van 120 vierkante meter. Dat puntje met een grotere inkoop, het financiële natuurlijk ietsjes hoger ingezet. Wat ik daar tegenaan ben gelopen tot op heden is de balans, opnieuw die balans elke keer krijgen. Dat is eigenlijk het puntje waar ik het meeste, elke keer je doel natuurlijk linksom rechtsom weer moet aanscherpen. Dat is het lastige eigenlijk op dit moment waar ik eigenlijk tegenaan ben gelopen. En waar ik nog meer tegenaan ben gelopen op dit moment is de webshops waar je gewoon ziet dat de concurrentie heel erg hoog ligt. Je ziet dat de klanten toch, in ieder geval de klanten die ik hier heb, toch voor de sfeer en de beleving willen. Maar onderling wel heel erg het internetshoppen behoudt. Omdat daar dus de onderlinge concurrentie heel erg hoog ligt, stijgen ze ook heel snel met de kortingen. En dat is wel een probleem waar wij hier tegenaan lopen.
Waar ik het meest trots op ben, is dat ik mezelf in die jaren heb kunnen ontwikkelen. En dat het blijvende ontwikkeling is. Je bent continu aan het je doelen aan het verleggen en die ontwikkeling die is prettig. Hilly zei net al dat een belangrijke stap in haar voorbereiding het ondernemingsplan was. Het is inderdaad essentieel om een goed ondernemingsplan te hebben om financiering aan te trekken, welke vorm dan ook. In een goed ondernemingsplan staan een aantal zaken beschreven. Wie is de ondernemer? Hij of zij? Wat zijn de kwaliteiten? Wat zijn de ervaringen, et cetera? Wie is die persoon? De onderneming. Wat gaat de onderneming exact doen? Wat zijn de unique selling points? Hoe gaat het bedrijf zich onderscheiden ten opzichte van de andere partijen? De markt. Wie zijn de concurrenten? Hoe ontwikkelt de branche zich? Is er ruimte voor een nieuw initiatief? De financiële paragraaf. Wat zijn de verwachtingen, de prognoses? Wat gaat er verdiend worden? En uiteraard het investeringsplan. Wat is er exact nodig om het bedrijf te kunnen starten? Ten slotte moet er ook duidelijk beschreven zijn van hoe de eigen middelen, die wel noodzakelijk zijn om een financiering te krijgen, worden ingebracht. Heeft de ondernemer zelf gespaard? Heeft de familie of de vrienden een stukje inleg? En al deze zaken dragen bij tot een goed financierbaar plan. Onze beginnende bedrijven die verdienen beter. Ze verdienen eigenlijk betere steun als ze doorgroeien. Dan krijg je heel vaak bij de banken nul op request. De bedoeling is onder andere van voor het midden- en kleinbedrijf om ze dan nabij te staan. Om te zorgen dat er garanties worden afgegeven voor hun ondernemingsplan om te groeien. Dat is essentieel voor de banen van in de dorpen, maar ook de banen van straks. En die aanpak, die ondersteuning, die kan ze vooruit helpen. Daarom ben ik ook blij met de ondersteuning die wij vanuit Europa kunnen bieden. Over 5 jaar hoop ik een eigen kledinglabel te hebben. En daarnaast het liefst een groter pand met nog meer beleving, nog meer accessoires en nog meer uitbreiding in de kleding. Ik hoop dat er 5 jaar bij Wouter gevestigde naam is hier in de regio. Dat mensen van, niet alleen vanuit Moegestel, maar vanuit het dorp hieromheen, vanuit de Kempen, vanuit richting Tilburg, Moegestel weten te vinden om gezellig en lekker een hapje te gaan eten. Over 5 jaar hoop ik een goed lopend bedrijf te hebben, waar ik klanten tevreden mee weg kan laten lopen met een broek of een leuke jurk. En leuke werknemers die ik het vak kan leren.